Wat wil je, vlees of vis? Vlees. Nee, nee, doe maar vis. Dan heb ik hier iets heel lekkers. Wat we gegeten hebben toen jij net zwanger was van Arnie. Toen ik net zwanger was, toen at ik toch nauwelijks. Toen kotste ik alles meteen er weer uit, weet je het dan nog wel? Jawel, jawel, maar dit hebben we gegeten op een avond in dat restaurantje aan het strand. Oh, nou weet ik het weer. Hebben ze kreeft hier? Mm-hmm. Echt? Daar heb ik nou zin in. Goed. Dan zoek ik er een lekker wijntje bij. Wat word ik verwend? Is er iets speciaals? Ik ben toch niet onze trouwdag vergeten of zo? Moet ik altijd een reden hebben om eigen vrouw te verwennen? Nee, lieverd, ik heb het idee dat we elkaar de laatste tijd wat weinig aandacht hebben gegeven. Eigenlijk weet ik niet eens waar jij op dit moment mee bezig bent. Nee, dat klopt. Ik heb me de laatste tijd ook een beetje teruggetrokken. Ja. Waarom? Heb ik iets fout gedaan? Nee, dat heeft helemaal niks met jou te maken. Ik had gewoon wat ruimte nodig. De ruimte waarvoor? Ik ben bevriend geraakt met iemand. En het is heel erg belangrijk voor me. Met wie? Laura. Met wie? Met Stan. Ik wist het. Ik wist het. Dus jij denkt dat je verliefd bent op Stan, de beste vriend van je eigen zoon. Je zou zijn moeder kunnen zijn. Ben je gek geworden of zo? Dus nu liggen jullie te rotzooien in het atelier. Robert, kan het een beetje minder? Wie heeft het nou over rotzooien? Ja, dat kan elke idioot wel bedenken. En hij, is hij ook verliefd op jou? Ik geloof het wel. Verliefd op een vrouw die zich zo krampachtig vasthoudt aan een voorbije jeugd dat ze met pubers het bed induikt? Denk je dat nou echt? Zijn jullie allebei gek geworden of zo?